Aandelen van de elektrische autofabrikant Tesla blijven maar dalen dit jaar. En niet zonder goede redenen. Eerder deze week gingen ook 5% van de koers af. Wederom slecht nieuws bij Tesla. Daarom in deze video een blik op alles wat er speelt bij de autoproducent. Nou, hier is het. Aandelenkoersverloop van Tesla, hè? je ziet het eigenlijk al sinds begin dit jaar 33% lager. En dat terwijl de SP juist met 10 à 11% is gestegen in diezelfde periode. Ook als we over een wat langere periode terugkijken, kijken we naar de laatste 12 maanden, dan zien we ook dat de aandelenkoers van Tesla 15% lager noteert en dat terwijl de SP juist 26% in de plus staat. Nou, zoals gezegd, gisteren gingen ook weer 5% van de koers af in reactie op cijfers van Tesla. Niet de kwartaalcijfers, maar de productie- en afleveringscijfers van de onderneming. Nou, die cijfers die zie je hier wederom een behoorlijke tegenvallen. Leveringen in het eerste kwartaal die lagen op 387.000 elektrische voertuigen. Nou, analisten rekenen eigenlijk op 457.000. Dus dat is een fors aantal minder dan werd verwacht. Nou, behoorlijke tegenvallen. En daarbij moet gezegd worden dat dit, ondanks prijsverlagingen is die Tesla het afgelopen kwartaal heeft doorgevoerd. Nou, ook de productiegetallen voor de Model 3 Y serie 412.000 geproduceerd in het eerste kwartaal. En ja, de markt rekent eigenlijk op 439.000. Tesla zelf die geeft een aantal redenen waardoor die volumes zijn afgenomen. Uh, denk daarbij aan de productieramp van de Model 3 in de VS, waardoor de productie uh, ja, wat minder is geweest. Denk aan het conflict in de Rode Zee, wat heeft gezorgd voor supply chain issues, waardoor Tesla deels de productie heeft moeten stilleggen. En natuurlijk ook uh, recentelijk ja, sabotage van de Gigafactory in Berlijn, waardoor ook uh, ja, de productie is tegengevallen. Maar het zegt natuurlijk uh, ja, niet iets Echt over de leveringen en concurrentie, maar dat is wel degelijk iets wat belangrijk is om mee te nemen. Hè? Want nou, in het eerste kwartaal meer productie dan afleveringen nou, impliceert dus eigenlijk ook vraagproblemen bij Tesla. En nou, zorg omtrent toenemende concurrentie, dat is natuurlijk iets wat erg actueel is, wat meespeelt bij uh, de beurskoers van Tesla. Komt natuurlijk dat, ja. Allereerst die bredere markt voor EV's die koelt sowieso af voor wat betreft de groei. Hè. Die markt die groeit nog wel, alleen dat gaat een stuk minder hard als voorheen. Maar iets wat denk ik veel belangrijker is, is dat er steeds meer concurrentie op die markt komt. Denk bijvoorbeeld aan China. Hè. Steeds meer goedkopere en kwalitatief goede EV's die de concurrentiestrijd aangaan. Veel met ja, lagere prijzen, kunnen goedkoper produceren en dat tot, uh, ja, uh, leidt tot zorgen bij Tesla deze week ook Xiaomi hè, dat een nieuwe EV gelanceerd heeft voor uit mijn hoofd ongeveer 30.000 dollar ja echt een uh, mooie auto en ziet er kwalitatief ook goed uit meteen uitverkocht aandelen van Xiaomi ook uh, 16 naar 18 procent hoger die dag op dat nieuws en ja hoewel dat model alleen nog maar in China verkocht wordt is het wel duidelijk de laatste tijd dat uh, ja de Concurrentie toeneemt, zien we ook in Europa op de Europese markt. Volkswagen Stellantis, is, er komt simpelweg steeds meer aanbod van elektrische voertuigen. En ja, Tesla is niet meer de enige op die markt. Nou, daar hebben ze eerder dus ook uh, prijsverlagingen voor doorgevoerd uit Tesla. Om toch een uh, ja, sterke marktpositie te kunnen behouden. Ja, is wel ten koste gegaan van de marges. En uh, ja, ook daar maken beleggers zich natuurlijk zorgen over. En dan vragen ze een beetje hoe Tesla, zich stand gaat, hoe Tesla stand gaat houden ja, tussen al die toenemende concurrentie. Uh, ja, een strijd die waarschijnlijk alleen maar verder zal gaan intensiveren de komende tijd. Kortom, ja, steeds meer vertrouwen in Tesla. En deze cijfers van deze week ja, die bieden ook niet echt uh, ja, iets positiefs om aan vast te houden. Wat natuurlijk ook belangrijk is om mee te nemen in dit hele verhaal is natuurlijk ook de waardering van de aandelen van Tesla. Die waren ze stevig, die zijn stevig en die kunnen natuurlijk ook nog langere tijd stevig blijven. Maar het valt echt wel duidelijk op hè, dat uh, ja, zeker in vergelijking met de sector de aandelen echt een stevig prijskaartje kennen. Tom Simons, uh, analist van uh, KBC, zette vanochtend deze tweet ook online waarbij hij de multiples van Tesla afzet tegen bijvoorbeeld Stellantis. Porsche en uh, Volkswagen, ja, en dan zie je eigenlijk heel duidelijk dat uh, ja, Tesla echt aan de dure kant is. Hier ook een aantal multiples in beeld: voorwaartse uh, koers-winstverhouding voor komende jaar 57 keer de winst. Ook voor het tweede jaar nog steeds 41 keer de winst. Price to sales boven de 5, EV RBT boven de 30. En nou, zolang Tesla. Uh, Hard weet door te groeien en meer winst weet te maken. Moet dat in principe ook geen probleem zijn. Maar daar zit nou net de crux. Zeker als je deze cijfers ziet van deze week. Hè, wat toch op ja, jaarbasis lager is, wat op kwartaalbasis lager is. Ja, het geeft eigenlijk wel aan dat het niet zo soepel gaat als wellicht gehoopt. En de vraag is of dat nog wel gaat veranderen. Nou, mocht je zelf willen handelen in aandelen Tesla, euh, dan kun je ook kijken naar een alternatief beursproduct, namelijk de Factor. Deze producten bieden de mogelijkheid voor de actieve belegger om met een vaste hefboom in te spelen op een koersstijging of een koersdaling. Hier bijvoorbeeld het aandeel Tesla, hè. stel dat het aandeel Tesla Intraday met 5% in waarde daalt. Stel dat je dan een Factor Long met hefboom 2 aanschaft, dan zal die met een hefboom 2 10% dalen op diezelfde handelsdag. Nou, mocht je een factor short hebben aangeschaft, waarmee je dus inspeelt op een koersdaling en het aandeel Tesla daalt die dag met 5%, dan zal die factor short met 10% in waarde toenemen. Hieronder links zie je hoe dat zou hebben uitgepakt bij uh, Tesla met een factor long hefboom 2. Die gaat dan twee keer zo hard omlaag. En rechts zie je een uh, Tesla factor short met hefboom min 2. Die gaat juist twee keer zo hard omhoog. Kunnen interessante beursproducten zijn voor de actieve belegger? Deze producten worden uitgegeven door Société Générale. Deze video's worden mede mogelijk gemaakt door Société Générale. Op www.sgbeurs. Een overzicht met het aanbod aan facties op Tesla. Onder deze video ook een aantal links met meer informatie over de werking en risico's van deze beursproducten. Nou, we zijn bij de aandelen. Ook heel benieuwd hoe jullie denken over aandelen. Tesla: heb jij de aanleiding in bezit? Ben jij van plan om ze te kopen, of heb jij ze wellicht recent verkocht? Laat gerust een reactie achter onder in de comments met de redenen waarom. 23 april, dan rapporteert Tesla de echte kwartaalcijfers uh, over het eerste kwartaal, die worden nabus gerapporteerd. Mogelijk kan de koers dan weer uh, ja, volatiel gaan bewegen. Dus uh, zet die datum alvast in je agenda. Voor nu bedankt voor het kijken naar deze video en graag tot ziens.